Beste kijkers van Tsunami TV, welkom weer bij onze talkshow. Ik ben blij dat ze vandaag weer naast me zit, Maya Badal. Het is wel een tijd geleden, maar fijn dat je er weer bent. Ja. En vandaag hebben we een drietal bijzondere gasten in ons midden. Twee Haagse parels en de heer Desi Lachman. Zullen we de mensen aan de kijkers voorstellen? Is goed. We hebben bij ons aan tafel vandaag Nanda Baldeel. Van harte welkom. Dank je. We hebben Patty Julau. En we hebben meneer Desi Lachman. Beste kijkers, binnenkort is het weer het grote bekende Holi-feest. En we gaan nu luisteren naar een heel mooi nummer van Sanjana Malu. Feestelijke uitzendingen, Maya. De Haagse parel, dat zou je ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Of misschien toch ook weer niet. Toch ook weer niet helemaal, nee. Nee, hè? Dus het blijkt in Den Haag dat je Haagse parel kunt worden. Je moet wel eerst worden voorgedragen. En je moet op je cv hebben staan dat je toch een paar jaar lang vrijwillig hebt ingezet voor met name de vrouwen- en meisjesemancipatie. En we mogen trots zijn, want we hebben dus drie Hindoestaanse Haagse parels dit jaar. De heer Gandhi Poeren, die zit nu in Suriname.
Dus als je, mocht je kijken dan die, de groetjes vanuit Tsunami TV. Maar vandaag hebben we de twee dames in ons midden. Je hebt ze net al voorgesteld. Gefeliciteerd Nanda, laat ik met jou beginnen. Ja, dankjewel Joy. Was je verrast dat je... Ja, heel erg. Ik had dat helemaal niet verwacht. Ja. Ik kende die prijs ook helemaal niet. Okay. Dus het was voor mij helemaal nieuw. Ik kreeg een bericht via de mail en via Pep kwam dat binnen. Ja. En die zei, nou gefeliciteerd, je bent genomineerd als Haagse parel. En toen dacht ik, ja, waar gaat dit nou over? Ja. En toen werd er nog verteld dat ik voorgedragen was door Mitra Ramberen. Mm. En voor mij kwam het in ieder geval op een goed moment. Oké, het was een verrassing. Je vroeg je af, waar gaat het over? Maar het kwam op een goed moment. Vertel even. Nou ja, ik ben bezig met een heleboel activiteiten op dit moment. Ja. Ik heb afgelopen jaren heb ik de focus gelegd op meer vrouwen in de politiek. Waarschijnlijk weet je dat wel. We hebben een aantal activiteiten gehad met vrouwen bij ProDemos. Mm. Vrouwen die in de gemeenteraad zaten en iets kwamen vertellen over hun werk en... Mm. Hun enthousiasme als raadslid. Daarna hebben we ook nog een cursus gehad, politiek actief, met vrouwen. Een aantal mannen, één man was er ook bij. Ja. En verder hebben we nog een bijeenkomst gehad met vrouwen, Hindoestaanse vrouwen in dit geval. Ja. Want we hadden afgelopen jaar hadden we heel veel... Hindoestaanse vrouwen die in de gemeenteraad terecht waren gekomen. Ja. En dat was toch een bijzonder moment. Want ik vroeg mij af hoe dat nou eigenlijk kwam. Dat er voor het eerst ineens zoveel Hindoestaanse vrouwen zich kandidaat hadden gesteld. En ook gekozen waren. Ja. En het was dan voor mij een vraag. En ook de moeite waard om dat met die dames te bespreken. Ja, op zich een mooie ontwikkeling dat veel Hindoestaanse dames... Ja, wij staan als organisatie voor meer vrouwen in de politiek. En dat heeft te maken... Ik ben niet voor 30-70, 30 vrouw, 70 man. Ik denk dat het 50-50 moet zijn om tot daadwerkelijke verbetering te komen van het beleid. Het moet wat evenwichtiger zijn. Want wat je ziet is dat... kijk, mannen kijken vanuit hun perspectief, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar dat betekent dus dat vrouwen soms niet... de belangen van vrouwen, moet ik zeggen, niet volledig meegewogen worden. Om dat meer gewicht te geven... Ja. Heb je toch een 50-50 verdeling nodig. Nee, zeker. Dat die vrouwenemancipatie in jouw systeem zit, dat kun je ook goed horen en de manier waarop je praat. Dus daar gaan we straks nog verder op inzoomen. Je kreeg die nominatie. Ja, direct in de gaten van heeft te maken met het werk die je gedaan hebt voor die vrouwen, met name vrouwenemancipatie. Of ben je ook daarvoor beloond? Daar ging het ook om. Daar ging het ook over. Ja. Hoe gaat zoiets dan? Dan kom je op zo'n uitreiking en dan zit er een geldprijs aan vast. Dan willen mensen graag weten. Wat voor prijs krijg je dan? Ik had echt graag gewild dat er een geldprijs bij was. Er zit geen geld. Nee, absoluut niet. Nee. Maar je krijgt wel een oorkonde hebben we gekregen. Ja. En dat is ons uitgereikt door de wethouder. Dat is de wethouder van emancipatie. Althans, Bert van Alpen. Hij heeft Bert van dat, Alpen, ja. Onder andere heeft hij emancipatie in zijn portefeuille. En dat is inderdaad Bert van Alpen. Ja. Geen geldprijs. Het is niet de Kartini-prijs. Maar de Kartini-prijs, daar krijg je dus wel een bedrag van, ik weet niet, 2.500 euro of zo, geloof ik is het. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel goed voelt dat iemand u heeft voorgedragen. En dat u eigenlijk ook wel heel erg wordt gewaardeerd in het werk wat u al doet. Zeg maar. Weet je wat voor mij, ik zei het al, kwam het op een goed moment. Ja. Omdat ik nou bezig ben met een aantal zaken. Mm. Ik heb eigenlijk nooit subsidie aangevraagd. Mm-hmm. En het is nu zo dat ik bezig ben met een aantal activiteiten waarvan ik denk en vind dat de gemeenschap en de maatschappij verantwoordelijk ook is en niet alleen. Ik hoef het niet uit mijn eigen zak te betalen. Ja. En omdat Bert van Alphen daar zat, kon ik het ook aan hem zeggen en voorleggen dat ik graag een gesprek met hem zou willen hebben om een aantal zaken te bespreken. En wat ik ook graag met hem zou willen bespreken is het verdrag van Istanbul. Dat is een verdrag dat gaat over uitbanning van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Dat is een Europees verdrag. En het verdrag wordt onvoldoende geïmplementeerd in Nederland. En het is de opdracht aan de gemeentes om het beleid of het verdrag te implementeren in beleid. En dat gebeurt gewoon veel te weinig. We kennen in Nederland een genderneutraal beleid. Hè?
En dat pakt vaak slecht uit voor vrouwen. En het is daarom goed dat men veel beter naar het verdrag gaat kijken. Het is niet alleen in het, dat de gemeente het niet voldoende implementeert. Mm. Het is ook zo dat het in het hele rechtssysteem en eigenlijk in het DNA van de Nederlandse maatschappij zit, dat genderneutraal denken. En het is er moeilijk uit te krijgen en die omslag te maken. Een heel simpel voorbeeld. In Zweden heeft men bedacht, hè, ze hebben daar vaak heel veel sneeuw en noem maar op. Mm. En dan wordt de weg schoongemaakt. Nou, voor wie? Voor de mensen die naar het werk gaan. Dat zijn vaak mannen. Maar de trottoirs en dergelijke, die blijven vol sneeuw. En wie maken daar gebruik van? Dat zijn vrouwen. Die vrouwen die hun kinderen naar school brengen. En dus in die hele sneeuw moeten gaan waden en een weg moeten banen, ja, naar school. En nu heeft men in Zweden bedacht, nou, we moeten ook die trottoir schoonmaken. Het is een heel simpel voorbeeld. Ik wil echt heel dicht bij huis blijven, ja, om te laten zien wat voor verschil het uitmaakt. Ja. Hè? U heeft deze prijs gekregen, die paar. U bent gewaardeerd eigenlijk in het werk wat u al doet. Ja. Maar ik merk een verschrikkelijke passie dat u nog lang niet klaar bent. En dat, nee, het een soort platform in stap is van oké, okay, we gaan door, zeg het maar. Mooie, het mooie wat ik bij Nanda, ja, dus ook hoor van die, ja, prijs is een eerste stap om die problematiek of die kansen die er liggen, ook met Bert, ook politiek gezien, beleidsmatig gezien. Je grijpt die prijs aan om het gesprek aan te gaan met Bert, ja, om ook te kijken, beleidsmatig, hoe de gemeente Den Haag, maar misschien ook heel Nederland, omgaat met, ja, bepaalde regels die in verdragen staan. Dus je gebruikt dat als een soort, ja, ik wil niet zeggen een bepaalde opstap, maar het is voor jou een kans ook om te laten zien. Het zou kunnen helpen in, zeg maar, die opdracht die je zelf, die ik mezelf heb gegeven ja, om die vrouwenemancipatie een stap hoger te brengen. Ja. Daar gaan we straks verder over praten, want, ja, Nanda zit ook in het bestuur of een oprichter van de NSA, de Nederlands-Suriname Antillen, gendervraagstukken. Dus daar gaan we straks nog over hebben. Ik wil even een overstapje maken naar de andere parel, Patty Dulau. Welkom, ook gefeliciteerd. Dank u wel. Nou, we hebben net gezien hoe zoiets gaat, de nominatie. Wie bent u de parel dankbaar, laat ik het zo zeggen? Nou, dan ben ik Stichting Sarita. Stichting Sarita? Henna Matura. Henna Matura, ja. Die heeft me vaker gezien. Ja. Dat ik her en der aan het werk was. Ja. Gewoon, vrijwillig. Uit mijn hart. Ja. De ouderen hielp. De jongeren hielp. En als ze vragen hadden, deed ik dat. Mm. En ik begeleidde ze ook. Als ze ergens naartoe wilden, ja, begeleidde ik ook. Dus je bent meer praktisch ingesteld. Het hulp bieden, doorverwijzen, ja, van jongeren en ouderen aan bepaalde, ja, instanties waar, ja, ze niet zo direct thuis zijn. Dat heeft u al een paar jaar, ja, gedaan. En ze bellen mij als, ja, ze ziek zijn. Patty, ik ben ziek. Ja. Nou, wat moet ik doen? Ja. Ik heb niemand. Dan begeleid ik ze ook naar het ziekenhuis. Er zijn dagelijkse dingen, ja, wat de familie niet kunnen doen, doe ik. Je bent een soort vertrouwenspersoon. Dus, ja, ik ben een soort vraagbaak, vertrouwenspersoon. Ja. Hoe ontstaat zo'n vertrouwensbaan? Ja, dat begrijp ik ook niet. Want, ja, als ze wat hebben, ze komen mij vertellen. Luisteren door. Nou, het schijnt dat ik goed kan luisteren. Ja, nou, dat is een mooie vraag. En dan had ik in het begin, dat is 5-6 jaar geleden, ja, had ik een andere telefoon. Dat kostte mij heel veel geld. Zo'n, ja, 100, 200. Nou, de kinderen hebben voor mij een telefoon gegeven. Ja. Onbeperkt bellen, ja, en laten bellen. Oké. Okay. Ja. En daar ben ik heel blij. En mijn app zit ook heel vol. En als er een activiteit ergens is, ja, dan vertel ik ze. De mensen weten, ja, u te vinden, hè? Dus dat is wat u eigenlijk zegt. En als ze u niet vinden, dan zijn er dus dingen die zij anders niet zouden kunnen doen. Of dat ze ergens niet naartoe zouden kunnen gaan. Dan zijn ze geïsoleerd. Ja, precies. Ik haal, ja, ze eruit. Ja. Die prijs is juist bedoeld voor, ja, de meisjes- en vrouwenemancipatie. Ja. Wat heeft, kan u benoemen wat u speciaal voor die Haagse meisjes en vrouwen gedaan, ja, heeft? Ja, de Haagse meisjes en vrouwen, dat, ja, ik ze uit hun isolement heb weggehaald. Oké. Okay. En daarvoor heb ik die prijs gekregen. Ja, dat is toch heel erg waardevol. Ja. Ja. Want isolement, heeft het over eenzaamheid? Of eenzaamheid. Achter de voordeur komen. En want Den Haag heeft een probleem met achter de voordeur komen. Ja, de drempelvrees. Nee, ga niet. Ja. Wat gaan de mensen zeggen? Ik zeg, ja, ik ben met die. Kom, ga mee. Ja. Neemt ze mee. Dus u neemt ze eigenlijk mee in de, ja, maatschappij om dingen te ondernemen. Ondernemen, ja, ja. Ook, ja, naar de dagopvang neem ik ze mee. Ja. Ja.
Dan zegt ze, ja waarom? Ik kan niet alleen gaan. Ik zeg, nou, we gaan taxi bellen. Ja. En dan ga ik met u mee. Ja. En dat vinden ze leuk. Ja. En er is toevallig ook een vrouw geweest. Haar man was pas overleden. Ze is een heel bekend iemand. Noem ik geen naam. En die zat maar en ik zei, mevrouw, waarom bent u zo verdrietig? Mm. Ik kan het zien, hè? Ja. Ja, mijn man is overleden. Ik zeg, ja, dat begrijp ik wel. Ik zeg, wil u met me praten dan? Ja, ik wil met iemand praten. Ik zeg, nou, kom maar, ik kom bij u of u komt bij mij. Nou, ze is bij mij geweest, koffie gedronken, lekker gekletst. En toen zeg ik, ja, ik ken hier niks. Ik ging altijd met mijn man samen overal. En nu ben ik alleen. En toen vroeg ik, ken je niemand hier? Mm-hmm. Nee, weinig. Maar de mensen die... Ik durf het niet. Mm. Ik zeg, nou, dan ga je met mij mee. En ze is elke dag dankbaar. En hoe is het zo ontstaan dat u dit bent gaan doen? Dat weet ik zelf ook niet, want ik ben door mijn Aji opgevoed. Ja. En ze heeft me alleen maar geleerd, je moet mensen helpen. Ja. Ja. En dat zit in me, denk ik. Ik ben de oudste in huis. Ja. Ja. Je geeft en ik heb mensen... ook voor allemaal gezorgd. Ja. En ik denk dat die zorg, dat zit in mij. Nou, dat is een heel mooi eigenschap, dat je voor anderen zorgt. Maar je geeft ze ook moed, hè? Nou, heeft u die prijs gekregen? Wat doet die prijs met u? Nou, dat is een erkenning voor mij. Ja. Want ik heb bijna 15, 20 jaar gedaan. Ik heb zelfs bij Natalstraat 15 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Mm-hmm. Maar ik kreeg daar wel een bos bloemen, hoor. Daar gaat het niet om. Het is leuk om zo'n prijs te krijgen. Ja. Maar ik heb niet gedaan om een prijs. Nee. Maar dat ze zeiden, nou, je wordt een parel. Ik zeg, parel? Hoe zit dat? Toen ben ik gaan informeren. Hoe komt het, parel? Hoe komen jullie daaruit? Nou, er zijn twee vrouwen geweest. Ja. En die hebben aan Bert van Alpen benaderd. Ja. En zeggen, nou, er zijn heel wat mensen die werken. En die niet naar voren komen. Wat gaat u daarmee doen? Mm-hmm. Dan mochten zij vertellen wat hij daarmee gaat doen. En toen zei, nou, geef een oorkonde. Dat ze de parel zijn. En zo is het uitgekomen. Zij was daar, die twee. Zo is het een beetje ontstaan. Ja, zo is het ontstaan. Ja. Dat had ik nooit gehoord. Nee, maar het is goed om te weten de achtergrond. Ja. Gefeliciteerd, bedankt voor uw verhaal. We gaan even naar de heer Desi Lachman. Als u dat zo beluistert als man, hè, hier in Nederland. Vrouwenemancipatie. Mensen in het zonnetje zetten. Als u dat zo beluistert. Wat doet het met u als man, als u dat zo hoort? Wat het met mij als man doet. Ja. Ik word er blij van. Ja, ja, want ook de vrouwen zijn meestal op de achtergrond bezig met hand- en spandiensten. Ja. Dat wordt vaak niet opgemerkt en dus ook niet gewaardeerd. Nee. Maar als dat nu toch aandacht krijgt en je kunt dan nu de mensen echt belonen met een oorkonde. Ja. Nou, dat ziet zo iemand. En als het iemand ziet, dan worden ze daar ook heel blij van. Ja, dat is een goede En ik, als man, als ik blije vrouwen om me heen zie, dan word ik ook vrolijk. Nou, precies. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja. Nou, u bent tandarts. Ja. En althans, de meeste mensen kennen u als tandarts. U had hier een praktijk. Ja. En ook in Suriname heeft u een praktijk. Ja. Nog steeds. Hoe gaat het? Suriname en Nederland. In het begin zei u in het voorgesprek, twee landen, één gevoel. Ja. Maar hoe organiseert u dat? Want u bent natuurlijk zorgondernemer. Ja. En hoe manage u dat? Ik ben eigenlijk mijn vorige praktijk, die heb ik verkocht. Dus ik ben in feite geremigreerd naar Suriname, 4 jaar geleden. Ja. De praktijk bestond op dat moment zeker 23 jaar. Dus het was een vrij grote praktijk die op dat moment, was het tijd dat ik zo graag naar Suriname wilde. Hmm. Ik heb daar nog mijn moeder, mijn familie. En de laatste, ze leeft nog, ze is al over de 90. Dus ik wil toch nog de laatste jaartjes met moeder in Suriname doorbrengen. En mijn gezin is ook mee geweest. Hmm. Dus dat maakte dat ik dan hier in 2015 stopte. En in Suriname na een jaar een praktijk heb opgezet. Okay. Voor mezelf weer. Want ik kan er niet vanaf blijven. Ik ben nog veel te fit om het werk te kunnen blijven doen. Ja. En nu is het op dit moment zo dat ik de aanbieding heb om ook in Nederland bij een nieuwe praktijk
in Den Haag een nieuwe opstart te maken. Het is nu zo dat ik nu hier werk, maar morgen ga ik terug. Uh-huh. En over een maand ben ik weer terug om de draad weer op te pakken. Ondertussen wordt het waargenomen en ga ik weer verder mijn tijd in Suriname aan het werk. Ja, u bent tandarts, hè? Ja. Wanneer in uw jonge leven ontdekte u de passie voor het, zeg maar, die witte jassen en bij de mensen in de mond kijken? Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Eigenlijk was ik nog een jongetje. Ik ging eens een keer naar de tandarts. En toen ik daar was, toen raakte ik daar al gefascineerd om dit beroep te gaan doen. Was dat in Suriname? In Suriname. In Suriname, ja. Ja. Bij de tandarts. En daar heeft u ook de opleiding gedaan? Nee, er is daar geen tandartsopleiding. Er is geen tandartsopleiding. Nee. Ja, als je tandarts wil worden, dan moet je uiteindelijk in Nederland of in Amerika studeren. Ja. Maar ik heb hier aan de Groningse Universiteit gestudeerd en het vak mijn eigen gemaakt. En ik ben al zeg maar ruim 27 jaar tandarts. Ja. Okay. En het verschil van de praktijk hier in Nederland en dan de overstap na 23 jaar en praktijk in Suriname, dat lijkt me een groot verschil. Hoe zag dat daaruit? Ja, maar dat hangt er vanaf hoe je het zelf wil inrichten. Ja. In Suriname heb ik een niet al te drukke praktijk. Mm-hmm. Dat betekent dus dat, en ik werk niet voor de verzekering daar, omdat de situatie in Suriname economisch niet zo best is. Ja. Dus mensen... ik zie graag dan toch weer mensen die zeg maar de zorg willen betalen en dat ook doen, want die heb je genoeg in Suriname. En ik ben ook een soort doorverwijspraktijk waar anderen die ook in het vak zitten hun patiënten naar mij toe verwijzen, omdat ik dan daar weer heel speciale behandelingen kan doen. Ja. Nanda, je bent, we kennen jou van advocatenkantoor Baldeel, je bent meester. En op vrij jonge leeftijd had je het gevoel van, ik ga opkomen voor de gerechtigheid van de mensen. Ik wil de mensen gerechtigheid bieden, klopt dat? Hoe jong was je toen? Ik was 11. 11. En ik woonde toen nog in Suriname. Ja. En het is altijd een ingeving geweest, een gevoel. Dat ik advocaat wilde worden. En geloof het of niet, ik wist niet eens wat dat was. ik ben daar pas veel later achter gekomen wat de advocatuur inhoudt. Ik heb er hard voor gewerkt en uiteindelijk ben ik het geworden. Ik ben nu ruim 18 jaar advocaat. En ik heb een eigen praktijk. Ik heb eigenlijk altijd een eigen praktijk gehad. Ja. Ik heb wel samengewerkt in eerste instantie met... 6 andere advocaten, toen ben ik op mezelf gegaan. En dat bevalt me prima. Ja, voor heel veel jonge mensen, die kiezen ook vaak voor een studie rechten. Mm-hmm. Hè? Dat gebeurt vaak op jonge leeftijd, omdat je dan nog niet precies weet welke richting en dan ga je rechten doen. Heel veel mensen, jongeren denk ik, weten ook niet zo goed wat dat inhoudt. Hè? Als je dan echt advocaat wil worden of in dat ja, werk kijk, gaan doen. Ik wilde advocaat worden, dus ik wist wat ik moest gaan studeren. Ja. Dan moet ik rechten gaan studeren, want anders kom je er niet. Ja. De keuze om rechten te gaan studeren is voor mij nooit een keuze geweest, omdat ik niet wist wat ik wilde gaan studeren of gaan doen. Ik denk ook niet dat de juiste motivatie is. Trouwens, naar mijn opvatting moet je wel goed kunnen leren. Wil je rechten gaan studeren? Want men onderschat het ook heel vaak. Het moet echt bij je passen, het denk moet ik. Bij hè? Je het passen is een richting en, die... De advocatuur moet trouwens ook bij je passen. Ja. Want het is ook niet iets wat je zomaar kunt doen. Ja. Je moet op zich wel een olifantenhuid hebben. Ja. Want je hebt regelmatig te maken met vervelende cliënten. En klachten. Ja. Want... Kijk naar jouw praktijk, 18 jaar lang, dat is een hele tijd. Dus dat is ook mooi dat je dat zo kunt organiseren. Gespecialiseerd in familie- en echtscheidingsrecht. Dus je zit met name bij families zit je aan tafel om die daar... Ja, ik doe familie en straf, hè? Familie en straf. Ja. En ook heel mooi zag ik slachtofferzaken. Dat lijkt net alsof je juist voor de mensen die dat
nou ja, een slachtofferrol terecht zijn gekomen, die slachtoffer zijn. En slachtofferzaken zijn zaken die gaan over mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Ja. Het kan een zedenmisdrijf zijn, maar het kan ook een overval zijn of iets anders. Maar het gaat om slachtoffers die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf en een schadevergoeding willen hebben. Tegenwoordig kun je binnen het strafrecht ook een vordering voor een schadevergoeding indienen. Mm. Dat kon altijd binnen het civiele recht ook. Ja. Maar een aantal jaar geleden is daar ook een mogelijkheid toe om een schadevergoeding te vragen. Ja. Die mogelijkheid om nog daarna naar de civiele rechter te gaan, dat bestaat ook. Want het is niet zo dat je volledige schade wordt vergoed. Dat kan ook niet, want het strafrecht leent zich daar niet voor om dat helemaal uitgebreid te behandelen. Dus de restschade die je nog vergoed wil hebben, die kan je nog in een civiele zaak vorderen. Ja, maar als we je zo zien, dan ben je duidelijk een huristaanse advocaat. Betekent het ook dat je cliënten ook van hun staande kom af zijn? Dat is dus een misvatting. Hè? Ja. Kijk, je moet me eigenlijk eerst vragen, hoe kom je aan je cliënten? Ik doe familiezaken en onder familiezaken valt ook het psychiatrisch patiënt terecht. Mm-hmm. Hè? Dat zijn zaken die ik krijg via de piketten. En daar is 1% van mijn cliënt. Mm-hmm. Hè? Je hebt veel meer psychiatrische patiënten binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Maar om de een of andere reden kom je ze niet tegen in het gedwongen kader. Want ik praat over het gedwongen kader. Hè? Mensen die dus een zelfmoordactie willen gaan uitvoeren, van het dak afspringen of weet ik veel wat. Dat soort dingen die je soms in het nieuws tegenkomt. Mm-hmm. Dat zijn mensen die even het pad kwijt zijn geraakt en hulp nodig hebben. Mm-hmm. Door de politie van het dak afgehaald worden en dan naar een cel gebracht worden. Ja, en vervolgens beoordeeld worden door een psychiater. Mm-hmm. En vervolgens komt er een IBS-maatregel, dat is op last van de burgemeester. Ja. Dan wordt iemand geplaatst mm-hmm. in een instelling. En dat zijn speciale instellingen, wij noemen dat BOPZ-instellingen. Mm-hmm. Dat is ook allemaal in de wet geregeld welke wel en welke niet onder de BOPZ-wet vallen. Ja. En vervolgens komt er een advocaat kijken, want een psychiater en de burgemeester kunnen niet bepalen dat jij in een gedwongen kader wordt opgenomen. Ja. Dat kan niet. Ja. Hè? Een rechter moet daar altijd naar kijken, want de rechter is degene die het monopolie heeft om daar een uitspraak over te doen. En een advocaat is er om te kijken of je rechten niet worden geschonden en of je wel terecht wordt opgenomen. Ja. Hè? Want het kan soms voorkomen dat er niet voldaan wordt aan de wettelijke vereisten. Ja, dan is het ook goed dat je rechtsbijstand hebt, dat jij daarnaast zit om te kijken of de belangen van... Ja, en het komt regelmatig voor dat, dat het niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Ja. Ja. Nou ja, precies. Die 18 jaar is een hele tijd. Je doet het zelfstandig, althans... Nou, ik had het erover, hoe kom ik aan mijn cliënten? Ja, hoe kom je aan je cliënten? Dat is een vrij gemeldeerde gezelschap. Ja. Ik doe ook strafpiketten. Ja. En daarvan is ook maar 1% Hindoestaans. Mm-hmm. En dan heb ik daarnaast mijn gewone praktijk, de echtscheidingen. Voor een deel kennen de mensen mij via. Mm-hmm. Die hebben het van een familielid gehoord of van een vriendin gehoord of weet ik wat allemaal niet. En voor een ander deel worden ze verwezen via het juridisch loket. Okay. En het juridisch loket, die verwijst dan cliënten op basis van jouw specialisme. Okay. En ja, die verwijzen natuurlijk geen Hindoestanen specifiek of zo. Nee. Dus nee. Maar ik kan me wel om jouw voorstellen, vraag te beantwoorden, ik heb gewoon een gemêleerde cliëntenbestand. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor Hindoestanen kan het soms wel een soort vertrouwensband of iets scheppen. Van, dat als je dan over een echtscheiding komt praten of als je over emotionele dingen komt praten. Ja, je hebt twee soorten mensen. Je hebt één die denkt, ik moet een Hindoestaanse advocaat hebben, dat werkt beter. Je hebt de ander die denkt, je moet vooral niet naar een Hindoestaan gaan, want ze zijn niet deskundig. Ja.
En dan wordt de zaak verprutst en dan komen ze alsnog een keer bij jou terecht. Zo van, ja, ze begrepen het toch niet. Dus je hebt twee soorten cliënten. Het is niet zo dat het zo is dat men standaard denkt, ik ga naar een Hindoestaanse advocaat. Nee, en hoe hoger men opgeleid is, hoe minder vaak men bij jou komt. Ja. Patty, je had het net over het doorverwijzen van mensen met een bepaalde problematiek. Mm-hmm. Heb je wel eens doorverwezen naar een advocaat of naar Nanda bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik gedaan van de week. Van de week nog? Voor het eerst dus, van de week, want ze kent me sinds kort. Ja, dus, ik ken haar niet lang. Nee, maar dat is de manier waarop jij dus, dan... Want wat ik hier hoor, tandarts, een advocaat. Ja. En ik hou ervan dat mijn mensen ook vooruit gaan. Mensen zijn vrouwen mijn of Mijn mensen, naam? Onze Surinamers. Onze Surinamers. Ja. Dus de mensen die naar Salami TV kijken. Ja, dat Hindustanen een beetje vooruit gaan. Ja. Dat vind ik heel wat. Ook in Suriname hadden we advocaten en... Bepaalde, hè? Ja. En mannen, hè? Ja. Ik ben trots op Nanda. Oké. Dankjewel. Goed om te horen dat als er situaties zijn waarvan u denkt... Ja. Waarvan u denkt, nou, dit zou een casus voor Nanda kunnen zijn, dat u dan doorstuurt. Dus uw netwerk is nu wat groter geworden, u kunt doorsturen naar een advocaat. Ja, want die persoon die praat met zegt dat ik heb een advocaat nodig. Ik zeg, er zit eentje hier. Ja. Hoe? Ik zeg, nou maar, je moet wel weten, het is een Hindustaan, want dat zeg ik bij voorbaat. Ja. Want ik merk het met de thuishulpen, dat de thuishulpen zeggen, ik moet geen Hindustaans hebben. Snap je? Nee. Terwijl de Hindustanen kunnen de ouderen beter communiceren. Dat zou zomaar kunnen. In het Surinami helpt het. Hè? Vooral met name als je het gaat over de zorg. En met name over ouderen. Dan helpt maar het als dan je hoor ik doet. Heel vaak, ik moet geen Hindustaan in huis hebben. Nou, daar kun je een aparte uitzending over maken. dat wist hij dus ook. Ik ben het wel met je eens. Maar kijken naar beroepen. Ik ben ook erg benieuwd. U bent er wat verder in uw leven. En daarnet heeft u me verklapt dat u... Nou ja, over de 70 bent. We hebben een advocaat hier, we hebben een tandarts. Ja. Heeft u een beroep waarvan u denkt van, nou, dat had ik, heb ik in Suriname gedaan of heb ik hier ook gedaan? Nou, nu bent u een soort social worker. Uit het onderwijs? Ja, want ik wilde als kleuterleidster, je weet, meisjes die gaan de juffrouw worden. Dat was dus heel stereotyp. Nu ben ik veel verder gegaan, maar jammer dat ik niet zo jong ben. Ja. Maar, en... ik wilde de B-acte doen, maar dat was in Suriname niet. Mijn vader wilde nooit mij naar Nederland sturen. Nee, hij was een meisje van 24, 25, wat ga je alleen daar doen? Ja. Ik zei, pa, maar ik wil kinderpsychologie studeren en ik wilde de kleuter B hebben. Kleuterleidster hier, maar de B is er niet. Nee. Hoofdacte. Ja. Nou, uiteindelijk heeft hij toegestemd en ik in Hilversum gaan studeren. Zo, mooi. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat niet weten, dat u in Hilversum bent gaan studeren. Voor mij is het niet. Nee, maar dat is toch niet nodig? Ik ben gewoon een mens, net als jij en ik. Het helpt wel de manier waarop we naar bepaalde zaken kijken. Een opleiding helpt ook om dingen te kunnen analyseren, om mensen goed te kunnen benieuwen. Maar dat doe ik voor de mensen, hè? Dus dat is heel goed dat u die opleiding toe gaat. Ik denk dat u ervoor gestreden heeft. Nou ja, u heeft uw vader overtuigd dat dit de weg was waar u op moest. Mijn vader zei altijd... Eerst je diploma, dat is je vriend, je man. Ja. Je bent getrouwd met je diploma en dan komt de rest. Ja, dat herken ik wel. Dat blijft in de generaties daarna blijven toch... Ik weet niet of dat typisch Hindustaans is of typisch ouders. Maar dat zeiden mijn ouders ook altijd. Van je hebt je opleiding en je rijbewijs. En dan ben je een onafhankelijk persoon. En dan kan je het gewoon in deze wereld goed redden. Ik was 27 toen ging trouwen. Ja. Ga maar kijken welke Hindustaans meisje op 27-jarige leeftijd gaat trouwen. Die waren eerder al... 15, 16. Ja, ik moest wel trouwen op mijn 16e. Ja. Had ik 2-3 man, jongens die voor mij kwamen. Ja, dat kwam, maar ik wilde niet. En toen vroeg ik aan mijn vader, wat moet ik doen om dat niet doen, dat trouwen? Ja. Toen zei als je verder gaat studeren, dan kan ik de mens, weet je, de gemeenschap, hè? Ja. Belangrijk. In Suriname is de gemeenschap belangrijker. Wat gaat die zeggen? Ja. Dus ik was de oudste, maar ik ben de laatste getrouwd. Ja. Maar wat ook aan u opvalt, dat u altijd het gesprek aangaat. U bent communicatief sterk, u gaat praten met mensen, doorvragen. Dat is toch een hele mooie eigenschap, ook om die verbinding te maken. Ja. Maar ook wat die functie die u nu vervult. Ja, dat heb ik bij Annie Jahangir geleerd. Dat je met mensen moet verbinden. Ja, want Annie Jahangir is van stichting ASRA. ASRA. Dus daar ben ik begonnen. Dus bij ASRA begonnen en zeg maar groot geworden bij Hena Matura.
En als je weet waar ik allemaal gewoond heb, ik heb in Soest gewoond, Baren gewoond. Na mijn echtscheiding ben ik in Nunspeet gaan wonen. Ja. Van Nunspeet, hier blijf ik, hier ga ik dood. Ja. Grote steden wilde ik niet. Mm. Mijn schoonzus werd ziek. Ik werd naar Den Haag gebracht. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben voor mijn schoonzus komen zorgen. Dat is niet, hoort niet bij de parel hoor. Maar ik heb 2 jaar voor haar gezorgd, terminaal. Ja. Ik heb 4 kinderen van haar gezorgd, grootgebracht. Ik vind dat wel heel mooi dat u dan ook de parel eigenlijk heeft gekregen. Omdat daardoor vertel je verschillende verhalen. Kijk, dit is een heel mooi voorbeeld. Ja. Van, zeker in deze tijd waarin we leven, waar iedereen deze zo gericht tijd. Is deze op iedereen, zichzelf. Ik, de rest ik. Ja. Ja. Maar ik zeg wij, ja. De rest zien we wel. En zodra als je veel meer van mensen hebt die in dat wij-gevoel ook echt iets gaan doen, hè, dan krijgen we steeds mooiere verbindingen met elkaar. Als jij op straat loopt, ik spreek mensen aan op straat. Hè. Ja. Als je op straat loopt, dan zie ik zo. Ik zeg, hé mevrouw, goedemorgen. Je kunt wel een beetje lachen. Hè? Ja. En dan lachen ze. Ja. Ik gelukkig ben, wil ik dat de wereld ook gelukkig is. Goed. Ziet u dat ook zo, meneer? Om de wereld te laten lachen? Ja, dat u ook mensen blij maakt door... In mijn werk zeker. In mijn werk zeker. Vaak als mensen dan een gebit hebben die jarenlang verwaarloosd is geraakt, dan kom je echt een gebit tegen dat waar je bijna niet zoveel meer aan kan doen. Ja. En bij sommigen moet je bijna alles weg laten halen, een deel laten staan en daar nog iets mee op voor ze het proberen op te bouwen. Een gebitje, een kunstgebitje. En als er iets meer te doen is, dan kunnen ze in een bepaald traject gaan voor implantaten met combinatie van een kunstgebit. Dat zijn voorzieningen in Nederland die zeg maar als de indicatie goed is, dat het bijna volledig wordt vergoed door zorgverzekeraars. En als je dus dit soort mensen in zo'n traject kunt zetten en ze komen na een tijdje weer terug, dan zijn ze helemaal opgefleurd. Ze zien er misschien ook 10 jaar jonger uit. Ja. En ze lachen dan weer. Hè? Dus dat is ook een deel van mijn taak. Ja. Ja. Dat is heel mooi werk, maar wat in het begin net zo raakte, want deze uitzending is ook in Suriname te zien en te beluisteren. Ja. De mensen die u niet kunnen betalen. Want u zei in het begin ik lever dus mijn diensten. Ja. De mensen moeten ook cash betalen. Ja. Dan zou je kunnen concluderen dat het is voor de mensen die het geld hebben. Dus voor de rijkere mensen in Suriname. Ja. Maar ik ken ook veel mensen die dat geld niet hebben. Nee. Ja, daar kan u niks voor betekenen. Jawel. Als ze bij mij komen, dan kan ik ze in een traject zetten waarbij ik geleidelijk aan eerst de meest noodzakelijke dingen doen, voor heel weinig. Ja. En ik maak een behandelplannetje voor ze, waarbij ze in termijnen behandeld en betalen kunnen. Voor de mensen die niet direct cash kunnen betalen. Ja. Als ze in elk geval bij mij komen, dan ga ik iemand nooit wegsturen. Nou, dat is een geruststelling. Snap je? Het is goed dat ik het nog een keer zeg, want in het begin dacht ik van... Nee, het is niet zo dat... dat is een deel van het werk, dat een aantal mensen, omdat ze het kunnen betalen, dan wel bij mij komen. Ja. Maar ook dat deel dat niet kan betalen, daar zorg ik dat zij in een traject komen waarbij ze het in delen wel kunnen betalen. Ja. Nou, dat is goed dat het, mooi. Goed dat het kan. Ja. We hebben het over vrouwenemancipatie en emancipatie in algemene zin. Vrijwilligerswerk. Nou, Nanda en Betty doen dat vrijwilligerswerk. Ook Nanda heeft een praktijk ernaast, heel druk. Ziet u kans om ook vrijwilligers? Of vrijwilligerswerk te doen, heeft u dat gedaan? Hoe past dat in uw schema? Jazeker. In Suriname, in mijn vrije tijd, maak ik dan tijd om bijvoorbeeld voor een internaatswezen, waarbij jonge dames die moeten studeren, niet de faciliteiten hebben om daar goed te studeren. Ja. Omdat het internaat in verval is geraakt. Ik heb beroep gedaan op in privé wat vrienden van me uit Nederland, die hebben mij dan financieel ondersteund om een toilettengroep bijvoorbeeld van het internaat op te knappen. En daarnaast ook een stichting
die vanuit Nederland ook ondersteund heeft. Mm. En een aantal andere projecten in Nkeri, in tweetal kinderhuizen. Ook daar kleine projectjes die financieel behapbaar zijn. En waarvoor mensen, als ze eenmaal weten, ook geld willen geven om dat te laten uitvoeren. Dus naast het geld verdienen bent u ook sociaal. Ja. Uw sociale kant komt ook tot uitdrukking. Heb ik ook. Ik heb in 2014 ben ik door het ziekenhuis van Nkeri gevraagd. Ik was toen nog tandarts in Nederland. Ja. Om in het binnenland van Suriname een onderzoekje te doen. Ja. Op scholen. In de leeftijdsklasse van 2 tot 16, 17 jaar. Om een inventarisatie te houden van hoe goed of hoe slecht zijn de gebieden in het binnenland van Suriname. Bij Indiaanse kinderen die daar in dat gebied wonen. En dan, dat heb ik geïnventariseerd en in een verslag weer aan de ministerie aangeboden. En aan de opdrachtgever, het ziekenhuis van Nkeri. Ja. En aan de JTV. En met wat aanbevelingen hoe je dat kunt doen. Nou, prima. Dus zo op die manier probeer ik mijn kundigheid als tandarts in te zetten om ook op dat vlak dat mee te geven. Waardig. Weet je, dus dat kan ook. Mooi. Dan maar nog even terug weer naar jou. De parel is één prijs, maar ik weet ook dat advocatenkantoor Baldeel ook op een site terug te vinden is als de beste advocaat. Heb ik het goed gezien? Jullie zijn ook vermeld als een beste advocaat. Wat moet je daarvoor als praktijk hebben gedaan? Nou ja, dat zijn meer de reviews die je krijgt van je cliënten. Ja. En nou, je weet, tegenwoordig moet je meedoen aan al die reviews als kantoor. Ja. Om in ieder geval je klantenbestand een beetje te kunnen behouden en uit te breiden. Mm. En blijkbaar heb ik toch redelijk wat tevreden cliënten. Dus de mensen die klant bij je zijn geweest, die zetten op het internet hun ervaring. Ja, ze krijgen dan een formulier die ze mogen invullen digitaal. Ja. En op basis daarvan komt er een beoordeling. En tegenwoordig doen een heel wat kantoren, advocatenkantoren mee aan advocaatscoren, heet dat. En dan krijg je dus mooie reviews. En het gaat zelfs nog verder. Als je dus gaat googlen en je kijkt onder advocatenkantoor Baldeel, zie je zelf een score. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar er staat een 8,9 als waardering. Nou, dat is mooi. Nou, dat is toch mooi? Dat is toch schitterend, ja. Maar daar was je wel van op de hoogte. Een 8,9 is denk ik, dat is een heel mooi cijfer. Ja, dat is heel hoog. Vooral in deze tijd met kritische klanten en heel veel dingen op het internet. Ja, kijk, je blijft altijd... Hoe je een 8,9? Ja, je blijft altijd kritische cliënten houden en cliënten die niet tevreden zijn. Ik kan ook niet iedereen tevreden stellen. Maar ik probeer wel altijd mijn best te doen om het beste resultaat voor mijn cliënt eruit te halen. Ja. En ja, je kunt niet anders dan je best doen. En je moet je vak kennen. We zijn verplicht om een x-aantal punten te halen per jaar. Maar ook je te specialiseren. Kijk, familie- en jeugdrecht is een specialisatie. Daar moet je gewoon een x-aantal punten voor halen per jaar. Mm. Het strafrecht is een specialisatie. Ja. Daar moet je ook een x-aantal punten per jaar voor halen. Mm. Om je deskundigheid te behouden en te bevorderen. Ja, want je zou ook constant moeten bijscholen op alle wetten die veranderen. Je moet constant bijscholen. Ja. Het is echt een verplichting. Mm-hmm. Want als je niet voldoet aan die verplichting, dan word je eruit gegooid door de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is heel streng natuurlijk. Want ik doe heel veel gefinancierde rechtsbijstand. Mm-hmm. Dat betekent dus dat mensen met een laag inkomen aanspraak kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand. Ja. En zij bewaren en bewaken ook de kwaliteit bij de raad. En als jij die moet goed zijn. Je kan niet zomaar zeggen, ja, ik doe dat even erbij. En vroeger was het wel zo, maar tegenwoordig is het allemaal veel strenger. En de orde... De Nederlandse Orde van Advocaten, die stelt nu ook voorwaarden van... Nou, als je dan familierecht wil doen, dan moet je 16 punten per jaar halen. Nee. Anders mag je het niet doen. Ja. En, dus van beide kanten, en van de Nederlandse Orde van Advocaten... en van de kant van de Raad voor Rechtsbijstand, worden we gecontroleerd. We worden ook daadwerkelijk gecontroleerd op het aantal behaalde punten. Want we moeten de certificaten laten zien... Ja.
En de Raad voor Rechtsbijstand doet dat ook steekproefgewijs. Ja. Ja, dat is die kant. Hè. Je wordt gecontroleerd. Maar wat wel mooi van de reviews is, de cliënten worden niet onder druk gezet om op een bepaalde manier te reageren. De score die zij geven, dat geven zij omdat zij oprecht vinden. Het is ook vrijwillig. Hè? Ik kan ze een digitaal een formulier sturen, maar als ze het niet invullen. Ja. Ja, het systeem is zo gebouwd dat ze wel drie keer het berichtje krijgen van je hebt het nog steeds niet ingevuld, maar jullie kennen dat van bol.com bijvoorbeeld, als ze een review vragen, dan de tweede keer weer vragen van je hebt het nog niet ingevuld. Een dergelijk systeem is het ook wel, maar ik ga er niet persoonlijk achteraan, het is zo in het systeem ingebouwd. En als ze dat niet doen uiteindelijk, dan houdt het natuurlijk ook op, maar er zijn ook mensen die heel erg tevreden zijn en die zeggen het ook tegen mij en die zeggen ik ga dat gewoon invullen voor je. Ondanks je drukke rechtspraktijk, zeg ik eventjes, advocatenkantoor, heb je toch nog tijd om met die vrouwenemancipatie aan de slag te gaan. Als ik het goed heb, januari 2013 hebben jullie de stichting NSA Nederland Suriname Antillen gendervraagstukken opgericht. En ik zie ook nu weer, zodra je het over het thema vrouwenemancipatie hebt, dan gebeurt er iets met je ogen, dan zie ik energie. Dus ik weet wel dat het van binnenuit komt. Je had het net ook al over van, die parallel geeft je een kans om ook dat thema op een hoger niveau te brengen. Nederland, Suriname en de Antillen. Ja, weet je, die naam is niet helemaal goed gekozen. Okay. Kijk, de doelgroep was eigenlijk, of is eigenlijk nog steeds, de Surinaamse vrouwen in Nederland, Suriname en op de Antillen. Want daar heb je ook heel veel vrouwen. Ja. Ja, ik heb overwogen om die naam te veranderen, maar het kost ook allemaal geld. Mm-hmm. Dus dat ga je ook niet 1, 2, 3 doen. Maar we hebben het destijds op die manier bedacht en ik heb er toen ook niet bij stilgestaan dat het misleidend zou zijn dat mensen zouden denken dat wij iets doen met de Antillen. Want zo komt het wel over. Ja. Maar dat was niet de gedachte daarachter. Die stichting, ook al zeg je van misschien was een andere naam beter geweest, althans het dekt niet de lading. Maar het is wel een onderdeel van een groter netwerk. Hè? Als je kijkt ook in de Nationale Vrouwenraad heb ik ook gezien. Ja. En je zit ook in het bestuur van een heleboel andere stichtingen, om het precies te zeggen, de Stichting Politieke Scholingscentrum. Dat wist ik zelf ook niet, want ook daar zit je in het bestuur. Dus er zit een heel groot netwerk van Nou, ik zit vrouwen. Wel in het netwerk. Ik ben volgens mij geen bestuurslid, hoor. Maar ik zit het wel. Het centrum werkt samen met NSA. Zij werken wel samen met ons. We zijn lid van de Nederlandse Vrouwenraad, inderdaad. Ja. Dat is het overkoepelende orgaan van vrouwenorganisaties die zich daar bij hebben aangesloten. Ja. En zij lobbyen bij de Tweede Kamer als het gaat over emancipatievraagstukken. Mm-hmm. Je hebt nog meer instellingen. Atria heb je natuurlijk ook. Ja, die ook lobbywerk doet. Maar de Nederlandse Vrouwenraad, daar zijn we bij aangesloten. Ja. Dat is heel, heel interessant. En ik werk inderdaad met het Politiek Scholingscentrum. Ja. Ik heb ook net gezegd dat we een paar jaar geleden onze focus hadden gelegd op meer vrouwen in de politiek. En het Politiek Scholingscentrum heeft zich jarenlang ingezet om ook vrouwen te scholen. Op dit moment hebben ze niet zoveel geld meer, of eigenlijk helemaal geen geld meer, om dat weer op te pakken. Maar er zijn wel andere initiatieven. Er zijn freelancers bijvoorbeeld die bij de gemeente geld aanvragen om dan een avondje workshops te organiseren voor vrouwen die in de politiek geïnteresseerd zijn. Ja, dus als we het hebben over vrouwenemancipatie, dan zet je met name in op vrouwen in de politiek. Zie ik het zo goed? Nee hoor. Of is het breder? Weet je wat het is? Kijk, je hebt het net gezegd, ik heb het heel druk. Ja. En ik ben ook soms ontzettend moe. En dat had ik vandaag ook. En ik dacht, bij God, als ik het maar red bij Joy. Het is gelukt. Het is gelukt. We zijn dankbaar dat je er bent. Dat ik ook nog een beetje op een normale manier mijn verhaal kan doen. Want als je heel moe bent, dan is dat best lastig. Ik heb ervoor gekozen om thematisch te werken. Afgelopen jaren was het thema vrouwen in de politiek. Ik heb nou het thema, wat is het, geweld tegen vrouwen. Hè, om daar een statement tegen te maken. Ja. En daarom zeg ik, ik wil ook aandacht vragen voor dat Istanbul-verdrag. Want dat gaat
ook bij uitstek over uitbanning van geweld tegen vrouwen. Hè. Het is een mensenrechtenverdrag gewoon. En we organiseren ergens eind mei, de datum heb ik niet helemaal paraat, dan zal er in samenwerking met een andere organisatie, vrouwenorganisatie, een bijeenkomst komen. Dat gaat ook over geweld tegen vrouwen met een toneelstukje en hapje, drankje en een verhaaltje. En ik zelf, vanuit mijn organisatie NSA, ben bezig met een aantal mensen. Dat zijn voornamelijk heren, want die hebben wat geld. De heren hebben geld, dat houden we even vast. Ja. Ja. Je lacht er wel bij. Ja, ik lach maar, erbij, maar het is toch een feit dat ik de heren die met name zitten in het evenementen gebeuren. Hè, ja. En we hebben een aantal van die heren, ik zal nu even geen namen noemen. We hebben geen vrouwen die evenementen organiseren, Hindoestaanse vrouwen. Dat is een bijzondere opmerking. Althans een hele, ik had er nog niet zo bij stilgestaan. Nou ja, maar ik heb heel veel analyses gemaakt, probeer over sommige dingen te schrijven. Ja. Maar dit was ook een feit waar ik tegenaan liep en dacht van, we hebben een gebrek aan vrouwen. Misschien is er nu wel ergens een vrouw die rondloopt die evenementen organiseert, maar niet op grote schaal. Ja. We kennen niet de vrouwen die bijvoorbeeld een Milan op poten zet of een Suriname festival of dat soort vaak dingen. Die mannen die dat soort dat zijn toch mannen. Ja. En het zijn ook mannen die vaak een goede stichting hebben en geld bij elkaar hebben geraapt. Via wat is het, subsidie sponsoren en noem maar op. Of het zelf hebben. Omdat zij gewoon een job hebben of ergens kapitaal hebben liggen. Toch vraag ik mij ook af, sorry dat ik de onderbreek, maar vrouwen, als je goed om je heen kijkt, zijn dat vaak duizendpoten. Die kunnen alles tegelijk. Organiseren zit vaak zelfs in het bloed. Hoe kan het nu, misschien heb je daar geen antwoord op hoor, maar dat juist de mannen wel, misschien heb je daar een stukje lef voor nodig of durf of dat je de bühne op durft met je plan. Ja. Want het organisatietalent, dat zit echt heel erg bij vrouwen. Ja. Achter de schermen bij de mannen die de organisatie hebben voor bepaalde events. Ja, ik denk dat er zitten heel veel vrouwen. Ja, ik denk dat er een antwoord wel is. En dat is dat mannen inderdaad meer lef hebben. Ja. Zij durven ook meer risico's te nemen. Ook nu zit ik met 5 mannen en dan gaan we praten. En dan merk je gewoon dat ze zeggen, dat doe ik even zo. En dan zeg ik, ho, wacht even. Ik vind het toch een te groot risico. En ik zeg erbij meteen, ja, vrouwen nemen niet zo'n groot risico. Oh, ik zet het wel, hè, ik tel het geld wel neer voor je op tafel. En dan gaat het soms om gewoon grote bedragen van 30.000. Dan denk je, wacht even, weet je. Maar ze hebben het geld. Alleen vrouwen denken van, wacht even, ik wil het anders doen. Ja. Want dat is het verschil. Vrouwen durven dat risico niet te nemen. Ja. Mannen denken, ik neem dat risico, ik zie wel waar ik eindig. Ja. En is dat ook een stukje emancipatie van de vrouw om dat meer te gaan doen? Ja, ik denk dat we uiteindelijk door meer samen te werken, mannen en vrouwen meer gaan samenwerken, dat ze van elkaar kunnen leren. Want het is ook weer goed voor die mannen. Ja. Om te leren om iets meer in te houden. Om ook wat minder risicovol te zijn. Hè? Ja. Ja. Waardoor ze toch zichzelf een beetje kunnen beschermen. Ja. Maar vrouwen ook leren om meer lef te hebben om dingen gewoon te ondernemen. Want dat is het ondernemerschap. Hè? Ja, en het ook uitdragen. Want ik denk dat vrouwen vaker, Hindoestaanse vrouwen misschien zelfs in het bijzonder, ook best wel wat meer bescheiden zijn om het ook te laten zien. Het evenement waar ik het over had, willen we op zondag 11 augustus gaan houden. En dat zal gehouden worden bij het IBCC in Rijswijk. Ja. En dat heet Vrouwen bidden voor vrede en harmonie. We willen eerst een stiltemars lopen met Frank en Hai. En dan gaan wij bidden met een aantal vrouwen, een moslima, een christelijke voorgangster. En een hindoe vrouw die gaan bidden. En dan hebben we ook standjes met informatie, eten, workshops, yoga workshop, Ayurveda workshop, noem maar op. We moeten het hele plan nog klaarmaken. Maar dat zijn de plannen in ieder geval, dat het een leuk evenement wordt. Ja, dus als het gaat over vrouwen, geweld tegen vrouwen, dan zou je dan wel deel zich het komend jaar laten zien. Op dat thema. Het is wel de bedoeling dat ik daar wat aandacht aan ga besteden. Ja. In ieder geval augustus is een. Ja, weet je, we hebben het over 1 miljard vrouwen over de hele wereld. Hè? Die, als het gaat die over. Als te maken het gaat met over geweld. Ja,
En dan geweld die mannen ze, geweld vanuit mannen gericht. Ja, weet je, het is alles, allerlei soorten geweld. Het gaat ook over oorlogsgeweld. Vrouwen worden vaak ook ingezet in oorlogen als middel om de ander onder druk te zetten. Oké. Goed dat je dat doet. Laat ik voorop zeggen, goed dat je het doet. Ook dat thematisch werken, dat geeft je ook rust. Hoop ik, want het is altijd dan hard werken. Ook zo'n advocatenpraktijk neemt veel tijd in beslag. Voor de mensen die niet weten waar de praktijk zit, want dit programma is in heel Nederland, maar ook in Suriname te zien. Kun je nog vertellen waar de mensen... Je hebt dat druk genoeg, maar waarschijnlijk kun je toch nog wat zaken aannemen. Kun je dan vertellen waar de praktijk is? Misschien iets van openingstijden en een telefoonnummer? Ik ben gevestigd in Den Haag. Ja. Aan de Oosterschoosingel nummer 2. En mijn telefoonnummer is 070-359-53-23. En ik ben ook via de mail te bereiken via info@advocatenkantoorbaldeel.nl. En u kunt kijken op mijn website voor meer informatie op www.advocatenkantoorbaldeel.nl. Mooi. We maken nog even een rondje voordat we afscheid nemen van jullie. Nou, ik ben geïnspireerd geraakt door de manier waarop je verhaal vertelt vanuit Suriname hier naartoe in Nederland. Stel voor, we komen elkaar voor 5 jaar weer tegen. Heb je nog een droom voor de komende 5 jaar? Wat je nog graag zou willen doen? Wat zou je nog graag willen betekenen voor die vrouwen en die meisjes? Nou, voor de vrouwen en voor de meisjes. Dat ik voor de ouderen, dat ik een vervoer kan hebben, dat ik ze naar Mandir kan brengen, naar ver, heeft buiten. Heeft u een rijbewijs? Ik heb een rijbewijs. Oké, dus dat zit in ieder geval Ik heb groot rijbewijs. Ook nog, ja. En voor de kinderen, die dan... je hebt kinderen dat de moeder niet goed opletten, want ze zijn werkende ouders. Ja. Nou, die wil ik ook een beetje opvangen. Goed. Alleen weet ik niet hoe. Nee, maar de droom van ik wil ze vervoeren, een bus of een vooral die bus is heel belangrijk. Maken, dat lijkt me een mooie droom. Ik hoop dat u dat gaat realiseren. Ik hoop het ook. U gaat morgen naar Suriname om daar weer aan de slag te gaan. Aan de slag te gaan. Ja. U heeft heel veel gehoord over vrouwenemancipatie, over de rol van de man, de rol van geld en hoe mannen risico's nemen en dingen doen. Ja. Gaat u nou vandaag misschien ook anders om met de vrouw of met emancipatie? In mijn vak, en niet alleen mijn vak, maar ook de hele medische gebeuren, heb je steeds veel meer vrouwen die aan het werk komen. Ja. Ook tandartsen die vandaag de dag afstuderen, 80% is vrouw. Ja. En dat betekent dat in de praktijk ook de setting verandert. Die moeten met elkaar zien samen te werken in verschillende soorten taken die ze in hun praktijk hebben. Mm. Daar komt ook emancipatie bij kijken. Ja. Maya, de tijd is voorbijgevlogen. Als je met zulke inspirerende, hardwerkende mensen, ook dicht op die samenleving, alle drie mensgericht praat, dan gaat de tijd heel snel voorbij. Ja, zeker. Maar we moeten afscheid nemen. Ja. Ik vond het een mooie uitzending. Ja. Dat was zeker inspirerend. Laten we de gasten bedanken voor de medewerking, zou ik zeggen. Graag gedaan. Ja, bedankt. Hè. Bedankt. Nanda ook Baldeel, bedankt. Ja, Nanda Baldeel bedankt dat je je verhaal wilde delen met ons. Heel mooi. Patty Julel, bedankt. Dank je wel. En Desiree Lachman, ook dank voor het delen. Dank voor de uitnodiging. Van je verhaal. En we kunnen jullie allemaal volgen. Dus jullie zijn er nog in Den Haag of in Suriname. Ja. Maar met dank aan Facebook kunnen we allemaal zien en volgen wat jullie allemaal voor die samenleving betekenen. Beste kijkers, we zijn weer aan het einde gekomen van, zoals ik altijd zeg, een hele inspirerende en boeiende uitzending. Ook deze keer was het zeker zo. We hebben twee parels aan het woord gezien en gezien wat ze in die samenleving allemaal elke dag weer betekenden. We hebben ook gekeken en gesproken met een tandarts, meneer Lachman, die zowel in Suriname, maar ook in Nederland ervoor zorgt dat de mensen die het hard nodig hebben, met een goed gebit weer in de spiegel kunnen kijken. Ik vond het een hele mooie uitzending. Maya, ook jij bedankt. Ja. Beste kijkers, dit was deze uitzending over, je zou eigenlijk kunnen zeggen, vrouwenemancipatie. En de boodschap die ik mee terugneem is dat we ook die man daarbij hard nodig hebben. Dank voor het kijken. We hopen jullie de volgende keer ook weer te zien. Mocht je ideeën hebben of bijzondere gasten hebben, laat het ons weten via info@tsunamitv.nl. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.